ik ben niet heel goed in dit soort formele dingen, want ik doe dit niet elke week, niet elke dag. Dus voorzitter, college, raad allemaal. Dank voor jullie tijd. Ik ben Martijn. Ik ben hier niet als medewerker van de lokale omroep Almelo. Ik ben oud-medewerker. Nou, heel in het kort ben ik Martijn Bruggeman. Ik heb van, denk ik, 2009 tot ongeveer 10 jaar later bij toen nog Radio Almelo gewerkt. In 1000 hoedanigheden, van programmamaker, van presentator Sport Plus, tot eindredacteur, tot eigenlijk van alles en nog wat. En ik ben hier eigenlijk vanavond als een soort van ambassadeur, denk ik. Wat heb je betoogd? Nou, dat het eigenlijk een hele oneerlijke wedstrijd is die nu gaande is. Dat er vergelijking wordt gemaakt tussen 1 Twente die jarenlang goed geld gekregen heeft om te kunnen professionaliseren tegenover Omroep Almelo, die dat niet hebben kunnen doen omdat het geld er niet was. Nou zeggen sommige mensen, de gemeente Almelo heeft een ereschuld aan A-Visie, of liever gezegd de lokale omroep van Almelo, omdat zij niet bijgedragen hebben aan professionalisering. Sterker nog, in het verleden hebben gekozen en aan hebben gedrongen op een vrijwilligersorganisatie. Nou ja, dat was een hele harde keuze. Er is ooit gezegd, de hoofdredacteur moet weg. Dat is gebeurd. Toen werd het een vrijwilligersorganisatie. En nu is de vrijwilligersorganisatie niet professioneel genoeg. Ja, dat vind ik niet zo gek. Het moest. Dus de keuzes die vroeger gemaakt zijn, zijn uiteindelijk de basis geweest voor wat er nu staat. Dus ik weet niet of het een ereschuld is. Ik vind het vooral een hele dikke middelvinger naar iedereen die wel elke dag, elke week, elke maand zijn bijdrage levert aan de omroep. En die daar stinkend zijn best voor doet, maar dat doet met hele beperkte middelen. En altijd met heel weinig geld toch eruit gekomen is. Dus, er is geen financiële pech of paniek. Het gaat goed, maar dat is omdat je heel goed op je centen past. Omdat je heel goed de keuzes maakt die je hebt. En dat vind ik verschrikkelijk professioneel. Dus moet je nagaan wat je zou kunnen doen als je wel een heel goed gevuld zakje geld krijgt waarmee je kan professionaliseren. Ja, ik vind het een hele, voor mij is het een no-brainer, maar ja, ik zit niet in de raad. Dus. Los van alles, welk advies zou je, ondanks het feit dat je partijdig bent, aan de raad van Almelo willen geven? Nou, ik zou zeggen dat je nu de keuze nog niet helemaal hoeft te maken. Er is nog geen wetgeving. Het gaat allemaal komen, natuurlijk. Professionaliseren is hartstikke goed. Heel verstandig, moet ook, moet altijd. Je moet altijd beter, het moet altijd mooier. De media ontwikkelt als een gek. Dus ja, dat moet. Maar dat kan ook heel goed met de club die er nu zit. En waarom moet je nu al een keuze maken voor beleid dat over 4-5 jaar pas officieel wordt? Geef nu A-Visie en AFM de mogelijkheid om te ontwikkelen en laat tegen de tijd dat de keuzes gemaakt moeten worden, want dat hoeft nu nog niet. En voorsorteren is heel slim, dat is een ander verhaal. Maar spreek met elkaar een periode af waarin je kan laten zien wat je waard bent met de juiste en de nodige middelen. En over 5 jaar kijken naar of het gelukt is of niet. En dan kan altijd nog die licentie naar een ander, maar het is nu helemaal nog niet nodig. Dankjewel. Graag gedaan. Help.